Oké, ben je ready voor de volgende heist? Altijd. Weet je wat het stomme is van films en series die gaan over geheime diensten zoals de FBI of de CIA of de Mossad? Ze doen je allemaal denken alsof die geheime diensten boven de wet staan. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dus ik vroeg mezelf af, als al die films ons dat doen geloven, waarom is er dan niet ergens een onafhankelijke inlichtingendienst? Waarom bestaat er niet iets zoals de Independent Intelligence Agency? Welkom bij Inside Harmer Frodo Redemption, aflevering 4. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. De aflevering begint met wat kennis. Tom Connelly, voormalig directeur van de FBI, die gedurende zijn tijd als directeur 10 jaar lang heel soms een crimineel liet vrijkomen. A federal criminal for nearly 3 decades. Fugitive to the United States. You have been the FBI's number one most wanted. Dan weer 3 maanden niet, dan weer 1,5 jaar niet, dan snel achter elkaar 3. Mensen die iets op hun kerfstok hebben en opeens vrij. Waarvoor? Eeuwige loyaliteit richting Tom Connelly. Zo liet hij gedurende 10 jaar 50 criminelen vrijkomen die vervolgens eeuwige loyaliteit hadden richting hem. Hij gebruikte dat team van criminelen om de Amerikaanse overheid miljarden lichter te maken. En vervolgens, toen hij eindelijk onderzocht werd door hogere instanties, ging hij er vandoor. En het netwerk van 50 criminelen heeft hem de uitweg geboden. En hij is nooit meer teruggezien. En die 50 criminelen, je zou die kunnen zien als een Independent Intelligence Agency. En gedurende deze aflevering kom je er ook achter waar Harmer Frodo Redemption om gaat. Harmer Frodo Redemption gaat eigenlijk om het samenstellen van een team van 50 mensen die om Harmer Frodo heen staan en in zijn team zitten. Zo zagen we Mr. Madrid en de Alchemist en Mr. Montreal, allemaal loyale mensen richting Harmer Frodo. En daarom heb je dat grote team wat telkens weer meer uitbreiding nodig heeft. Bijvoorbeeld door de 4 mensen van de Independent Intelligence Agency. The Critic, The Gladiator, The Russian en The Mastermind. Het zijn een beetje wat lagere nummers op de lijst. En gemiddeld is het nummer 35. Aflevering 4 is ook de aflevering waar voor het allereerst dit boek in voorkomt. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Hierin staat de Redemption List. Alle 50 namen op de lijst. Het grappige aan deze aflevering is dat je in spanning blijft wie die 4 mensen zijn. Bekend is over de mastermind die plant dingen. De Gladiator en de Critic zijn gewoon vechtersbasis, een beetje zoals Mr. Montreal, maar dan minder goed. Met die 2 wil ik nog een keer inbreken op de legerbasis, net als ik heb gedaan met Mr. Montreal. En de Russian is een soort CI. En zo hebben ze allemaal hun eigen kwaliteiten. En ik ben natuurlijk bij hun langs gegaan met Mr. Barcelona, een veel hoger nummer op de Redemption List. Nou, Lucas die bezorgt dus 2 keer de brieven, wordt volgens mij ook meteen 2 keer gezien. Zagen ze? Ja. Door wie? Door degene. Door de critic. Volgens mij pak ik dan de laatste 2, omdat ik denk van, oké, maar ik kan dit beter. Wat is het grappige aan deze aflevering? Je krijgt een inzicht op de plekken waar mensen staan op deze lijst. Je weet ondertussen, nummer 3 is Lucas. Heeft nog geen aflevering gehad. Nummer 9 is Leon. Je weet ook al, nummer 17 is Maarten. Nummer 22 is The Russian. Nummer 24 is The Gladiator. Nummer 27 is The Alchemist. Nummer 35 is de Independent Intelligence Agency. Nummer 43 is de Critic. En nummer 50 is de Mastermind. Steeds meer wordt bekend uit het geheime boek. Oké, wat valt op? Elke aflevering begint met een flash forward naar het moment dat ik, Mr. Barcelona en Mr. Montreal inbreken op de illegale legerbasis. Mr. Montreal, 1 laatste assignment. Je bent bijna volledig in redemption. Maar jouw laatste opdracht is. En telkens staat er dan 2 maanden geleden. En dan kom je bij de aflevering van Mr. Montreal de eerste keer. Dan kom je bij de aflevering van de Alchemist. Bij de aflevering van Mr. Madrid.
Maar hier, in de Independent Intelligence Agency, sta ik voor het eerst 2 weken geleden in plaats van 2 maanden geleden. En helemaal aan het eind van de aflevering zie je 2 weken later. Wat betekent dat dit 1 dag is voordat wij naar de legerbasis zijn gegaan. Dit is gelukt. De aflevering eindigt met Harme Frodo, die Lucas leert om te messen werpen, die hem leert om te schieten en die hem vraagt, ben je klaar voor de volgende heist? En dat is waar we aflevering 4 verlaten. En in de volgende aflevering zien jullie eindelijk hoe ik, Mr. Montreal en Mr. Barcelona inbreken in de verlaten legerbasis. Tot ziens, tot later.